De Schotse heeglanders werden van de morgen inladen in het Lauwersmarktgebied. Daar rennen in totaal wel zo'n 600, dus daar konden ze wel een paar missen. De besten willen volgens wat eigenwiers wijzen, maar het inladen gaat zonder problemen. Ja, het ging vrij goed. Hè? Ze zien het vrij snel in de gaten. Nou ja, het dan een beetje rustig oppakken, dan zien ze het vaak wel en gaat hartstikke best. En wat zinnen? Ze staan nu in die wijn en ze gaan nu met de trekker waar ze naar de houtwiel rijden. En dan is het moment dat ze binnen het raster loslaten worden. Bij een trekker worden de besten naar het nieuwe stikje naartoe gebracht. Krijgt boeten de Valom. Nou ja, gedeeltelijk bij het landbouwgebied, gedeeltelijk in eigendom van de provincie. En nou maar de inrichting van de centrale as, binnen deze gebieden er eigenlijk bij kwam, de Valomste Leij en ik. En dat is nou een staatsbosbeheer om die te beheren. En dat doen we op deze wijze. De Schotse heeglanders konden net wachtje, want ze onder slag konden met haar een nieuwe taak. Het begrazen van goed 280 bunder natuur. Naast de Schotse heeglanders komt er letterlijk nog een groep ponies. De gerren maten ze zwaar hier voor een mooiere natuur. Schotse hooglanders die hebben de neiging om vooral de wietere delen van het gebied te begrazen en de hinders vooral de droegere delen. En daarmee krijgt meer variatie in het gebied. Hege stikken, lege stikken, iepen plakken, dichte plakken. En meer variatie zorgt uiteindelijk voor meer biodiversiteit.